mei zie je leden van buurtvereniging Het Leerke die druk bezig zijn om de verharding in hun buurt onkruidvrij te maken. Waarom doen jullie dit? Dit doen we eigenlijk de eerste saamhorigheid in de gemeente. In onze buurt, zo moet ik zeggen. En ja, een knappe buurt, dat we er netjes de straten eruit zien. Al de onkruid dat het weg is. Daar doen we het voor. En het levert ook nog een paar centen op voor onze buurtvereniging. Hoe is het zo gekomen? Ja, omdat wij het vonden dat wij het beter konden als de gemeente. De branden vonden wij niks. Dan blijft er altijd een heleboel onkruid staan. En als wij het gedaan hebben, dan is het, vinden wij het veel netter. Buurtvereniging Het Leerke maakt gebruik van het uitdagerecht. Als je denkt dat je iets beter of goedkoper kunt dan de gemeente, dan kun je ons uitdagen. En je ziet het, de verharding hier achter mij is echt hartstikke schoon. De buurtvereniging krijgt hiervoor een bedrag dat het de gemeente anders ook had gekost. Wil jij de gemeente ook uitdagen? Of heb je een ander idee in Berlichem of Den Dungen? Neem dan contact met mij op.